Diversiteit bij Renewy is dat wij allerlei verschillende mensen bij ons hebben werken. Dat we mensen hebben in verschillende leeftijdscategorieën, van mannen en vrouwen. Dat we mensen hebben van verschillende afkomst. De huidige situatie op het gebied van diversiteit is dat we wat uit balans zijn. We hebben niet zoveel vrouwen die bij ons werken. En de vrouwen die bij ons werken zitten in grotere aantallen, meestal op hele specifieke functies. En daarom streven wij naar om een groter percentage vrouwen in dienst te hebben. Of bijvoorbeeld meer jongeren in het bedrijf, dat wij een rijkere discussie met elkaar zouden voeren. Ik denk dat we managers moeten gaan trainen in wat betekent dat dan om een meer divers team aan te sturen. Dus wat wij gaan doen is in alle creativiteit in gesprek met de nieuwe mensen die bij ons binnenkomen en kijken waar kunnen we andere soort mensen vandaan halen. De kracht van vrouwen in de mannenwereld vind ik dat vrouwen vaak eerder geneigd zijn om ook een gevoel uit te spreken. Dus de intuïtie, het buikgevoel en dat ook durven uitspreken dat je iets niet weet, dat vind ik echt een hele grote kracht. Ik zie diversiteit als een verrijking voor de samenleving. Het voegt kleur toe aan een samenleving. En anderzijds, als je zaken vanuit een verschillende invalshoek kunt bekijken, kom je ook tot betere oplossingen, innovatiever, duurzamer. Ik vind dat vrouwen op het vlak van het communicatieve zeker een extra toegevoegde waarde hebben door het feit dat ze een heel sterk ontwikkeld luisterend oor hebben en anderzijds ook een heel sterk ontwikkeld empathisch vermogen. Ik zie toch heel veel vrouwen ook die echt goede planning- en organisatietalenten hebben. De zorg voor mensen, de zorg voor medewerkers. Dat is gewoon belangrijk in de customer journey om een concrete communicatie en dialoog met de klant te kunnen aangaan. Moeten we een mooie afspiegeling zijn van de samenleving. Mijn dochter is heel hard bezig met in het algemeen het milieu. Ze is ook heel sterk begaan met biodiversiteit. Dus zou ze graag haar steentje bijdragen aan een betere wereld door te werken in een bedrijf zoals Renewy. En dat ze zich nooit moet laten leiden door afkomst, geslacht of wat dan ook.